Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag is mijn gast Fay King. Fay King is verantwoordelijk voor een pop-up mural event. Wat dat precies betekent, gaan we vandaag van haar horen. Het heeft in ieder geval te maken wel met de 16 dagen van activisme. En wat dat betekent en in welk kader dat geplaatst wordt, dat horen we vandaag van haar. Het gaat om een project dat zij heeft gekregen van de Amerikaanse ambassade om deze twee thema's aan elkaar te linken en een evenement uit te voeren. Kijk mee naar het gesprek met Fay. What we need is a little Q-time. Hi Fay, hoe gaat het met je? Welkom in Q-time. Yes, goeiedag, het gaat hoor. Vertel een beetje meer over jezelf. Ik ben Fay King. In het dagelijks leven ben ik activist. Ik doe verschillende activiteiten die meer te maken hebben met genderrechten, seksuele gezondheid en rechten, en gewoon mensenrechten in general. Ja, oké. Waarom wil je daarvoor je inzetten? Ik heb er gewoon altijd passie voor gehad. Ik maak deel uit van een jongerenorganisatie, namelijk de Youth Advisory Group. Wij zijn het jongerenarm van de United Nations Population Fund. En daardoor ben ik eigenlijk geïnspireerd om meerdere activiteiten te doen die met die specifieke onderwerpen te maken hebben. Oké, is het het enige dat je doet? Daarnaast ben ik ook werkzaam en ik studeer ook nog. Ja. Ik werk momenteel bij de FINA Bank en ik ben in mijn laatste jaar van het FHR. En ik doe International Business and Management. Oké, very nice, very nice. Yeah. Oké, 16 dagen van activisme. Wat zijn dat? De 16 dagen van activisme is een campagne. Bestaat dit jaar al 30 jaar. Het houdt in dat we 16 dagen lang bewustwording creëren over geweld, gendergeweld, maar specifiek meer geweld tegen vrouwen en meisjes. Waarom? Omdat die groep eigenlijk de vulnerable groep is, de groep die het meest geweld ondervindt. En dit is een initiatief van UN Women, de vrouwenafdeling, kan je zeggen, van de Verenigde Naties. En we maken mensen bewust, we doen verschillende activiteiten als activisten, die genderrechte activisten, gedurende deze periode. Okay. Het begint op 25 november en het eindigt op 10 december. Ja, ja. Oké. En dan, wat gebeurt er in die tijdens die 16 dagen? Zijn er verhoogde activiteiten? Zijn er meer programma's om dit probleem aan de orde te stellen in Suriname? Jawel, er zijn heel veel projecten, heel veel, natuurlijk nu met COVID zijn we wel meer online bezig, met verschillende online campagnes. En natuurlijk heb ik de gelegenheid gehad om de mural pop-up event te doen. En dat is door een grand opportunity die ik heb gehad van de Amerikaanse ambassade, om een schilderij te maken die te maken heeft met het onderwerp om bewustwording in de gemeenschap en vooral in die community te krijgen. Oké, okay. Dus, het is een mural pop-up event en je vertelde dat je in Kommerwijnen bezig bent. Hè? Maar dat dus het duurt, heb je er ongeveer in die 16 dagen voor uitgetrokken om, dat, om die muurschildering dus zeg maar af te maken? Jawel, ja, dus ik werk samen met verschillende painters, schilders van Kommerwijnen, jonge schilders natuurlijk, want je wilt creativiteit ook ondersteunen en ontwikkelen, vooral in de districten. Dus werken we samen, ook, er wordt ook samengewerkt met de organisatie waarvan ik deel uitmaak om meer volunteers en activisten te hebben, waardoor we ook meer gelden vrij hebben gehad vanuit ook de UN. En we hebben 2 weekenden uitgetrokken om te schilderen, maar ook om mensen te informeren waarmee we bezig zijn in Kommerwijnen. Dus mensen mogen sowieso langskomen en we gaan ook in de buurt daar ook lopen overal. Ja, en wat is het onderwerp van het ontwerp van de muurschildering? Wie heeft het ontwerp gemaakt? Of mogen alle schilders zeg maar hun eigen bijdrage leveren eraan? Ze hebben verschillende designs ingediend. En daar hebben we 2 gekozen. We hebben eigenlijk een soort van, we hebben ze eigenlijk tot 1 gemaakt. Want 1 beeldt echt geweld uit. En het andere beeld eigenlijk uit waarnaar we willen gaan. Het positieve. Die gendergelijkheid en die
het vrij zijn van het geweld. Dus dat men bewust is van, hey, dit vindt plaats en hier willen we naartoe gaan. En dat is eigenlijk wat we in hebben gezet. Twee designs van twee van de painters hebben we dan in gezet en daarmee zijn we daar eigenlijk nu bezig. Oké. Very nice. En dan die hebben dus zeg maar van twee ontwerpen één ontwerp gemaakt. En dan mogen de schilders zeg maar het zelf uitvoeren. Ja, ze voeren het uit. Wij volgen dan de instructies waar we wel niet mogen assisteren. Want ik ben niet zo creatief als de rest. Maar ik help wel mee waar ik kan. En de organisatie, de Youth Advisory Group, die ook assisteert, helpt ook mee waar ik kan. En waar staat deze mural? Het is de Bakkersroisie, het is de steger of de dijk van Kommerwijnen te Nieuw Amsterdam. Ja. Dus daar gaan wel de lokale gemeenschap en ook mensen uit de stad lopen daar vaker langs en gaan ook op bezoek. Dus het is wel heel duidelijk te zien als je in de bocht rijdt van de Bakkersroisie weg, zie je het meteen. Ja, en waarom hebben jullie gekozen voor Kommerwijnen? We hebben eigenlijk de gelegenheid gehad om te kunnen schilderen en iets uit te voeren in Kommerwijnen. Ik werk met een van de meest actieve jongeren van Kommerwijnen, Hakim Lal Mohammed. En hij heeft me ook benaderd van, hey, kunnen we niet iets samen doen om eigenlijk die ontwikkeling en die bewustwording te brengen in Kommerwijnen. En er wordt heel veel gedaan in de stad, dus kijken we ook naar de districten een beetje. Dus vandaar dat we ook voor Kommerwijnen hebben gekozen. Oké, wel leuk om inderdaad te horen dat niet altijd alles in Paramaribo, ondanks het feit dat we in Paramaribo natuurlijk nog wel steeds achterstand hebben in bepaalde buurten en wijken, waar er ook awareness gebracht moet worden. Maar ik denk dat wat dat betreft de districten toch ietsje meer achterlopen. Dus het is goed dat we ook een beetje naar hun kijken. Oké, dus wanneer op 10 december lopen die 16 dagen af, is dan ook je mural project ook afgerond, worden dan ook opgeleverd? Nee, dus we zijn afgelopen weekend begonnen, intensief begonnen. En het komend weekend zijn we nog bezig en hopen we het weekend daarop de launch te doen. Dus het komend weekend ronden we het helemaal af en willen we natuurlijk officieel launchen en de mensen die hun bijdrage hebben geleverd, ook bedanken daarvoor. Ja, dus we zijn in het weekend nog bezig. We gaan gewoon door, ondanks de 16 dagen voorbij zijn, gaan we wel nog actief door daarmee. Ja. Wat zijn de andere activiteiten waarmee jij je op dit moment nog bezighoudt? Want natuurlijk niet als je de mural hebt opgeleverd, wil zeggen dat het werk klaar is. Dus wat heb je nog meer op je lijstje staan om te doen? Nee, helemaal niet. Yes, dus we hebben gedurende de 16 dagen, zijn 25 november begonnen. We zijn intensief bezig geweest op ik en de organisatie, de Youth Advisory Group, zijn intensief bezig geweest op social media met verschillende influencers en mensen die heel actief zijn in de gemeenschap dat ze een boodschap mogen delen. We hebben ook een dialoog gehad. Op vrijdag 3 december. Dat was ook World Disability Day, waarbij we ook de dove gemeenschap hebben uitgenodigd om hun zegje te doen. En we gaan ook een sessie houden met wat jongeren van de dove school om ook daar wat bewustwording en ook de knelpunten te horen die daar in die gemeenschap zitten. Dus dat zijn we nog van plan. En tijdens de mural zijn we ook te komen wijnen, dus de Bakkersroisie weg, om informatie te delen. Dus als men niks te doen heeft, mag men ook langskomen en de informatie. Een dagje naar komen wijnen, een tripje naar komen wijnen. Uitje en een beetje bewustwording. Ja, precies. Yes, zeker. Oké, Vee, hartelijk bedankt voor de informatie en ook veel succes met de projecten die je gaat uitvoeren. En we kijken uit naar de finale oplevering van je geweldige mural om dit goede doel te ondersteunen. Yes? Oké, bedankt. Dankjewel, is goed. Bye. Fijne dag. Dank je. What we need is a little cute time. Dat was het gesprek met Vee King. Leuk om te zien dat jonge mensen zich zo betrokken voelen bij de sociale maatschappelijke problematiek die er heerst.
En ook natuurlijk goed dat er voor Kamerwijnen, anders dan Paramaribo, gekozen wordt om een boodschap uit te dragen. Dus als u ooit in Kamerwijnen bent, check even Bakasroisi, want daar staat de nieuwe mural. Over 2 weekenden, zoals Vee vertelde, wordt het opgeleverd. En belangrijker nog, laten we er samen aan werken dat er geen murals meer hoeven te komen. Zodat we kunnen zeggen, hey, we hebben dit verslagen en er is geen geweld meer tegen niemand. En we leven met elkaar harmonieus. Prettig verder. Ideale wereld, daar moeten we met z'n allen aan werken. Maar fijn dat er mensen zijn zoals Vee die zeg maar het voortouw willen nemen in dit traject. Bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende aflevering. Goeiedag.